De geur is gingerbread. Dit in de schaal te doen. Kijk, even als voorbeeldje. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook heel veel video's en ook wel eens shopblogs en ook wel eens video's met Action. Maar misschien ken je me inmiddels ook wel gewoon van dit kanaal, want hier maak ik ook regelmatig video's voor. En ook dit keer heb ik voor jullie weer een hele leuke shopblog. En dit keer is dat een herfstdecoratie shopblog. Allerlei leuke dingetjes gehaald voor in huis die echt helemaal in herfstthema zijn. Ik ben meteen ook wel heel erg benieuwd of jullie al een beetje in de mood zijn voor de herfst. Zelf ben dat wel, vooral als ik naar buiten kijk, dan denk ik... Oké, echt tijd om gewoon weer lekker op de bank te kruipen met een lekker dekentje, chocomelletje en met lekkere kaarsjes aan enzovoort. Dus ik heb ook heel veel dingen in dat thema gehaald. Ga ik jullie straks allemaal laten zien. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie natuurlijk eerst even vragen om alvast je duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Ook leuk als je even abonneert op mijn kanaal, dan hoeven jullie dit soort video's niet meer te missen. Nou, bij herfst denk ik zelf meteen een beetje aan de... herfstkleuren zoals oranje, bruin, misschien ook nog wel wat donkergroen tinten en zo. Ik kwam in de winkel ook wel echt heel veel van dat soort dingen tegen. Heel veel typische herfstdecoratie, maar ook herfstdecoratie, nou ja, die je denk ik het hele jaar door zou kunnen gebruiken in huis. Nou, voordat ik jullie ga laten zien wat ik daadwerkelijk allemaal heb geshopt, ga ik jullie eerst eventjes meenemen naar de winkel. Ja, voor dit seizoen vind ik eigenlijk ook alles dat met hout is, zeg maar, extra leuk. Dus... zelfs zoiets als een toiletbrush of een soap dispenser. Nog meer houten goodies. Het is natuurlijk het seizoen om lekker binnen te blijven. En een borrelplankje klaar te maken voor vrienden. Dus deze vind ik dan ook wel heel erg mooi. Ik zie hier ook echt hele leuke lantaarns. En daarvan ga ik er denk ik sowieso wel eentje meenemen. Of dat nou voor binnen of voor buiten gaat zijn, dat weet ik dan nog niet. Deze fotolijst is ook wel helemaal in herfstsferen. Daar hoef je eigenlijk niet eens meer wat anders in te doen. Het is zo ready. Theelichthoudertjes horen natuurlijk ook echt helemaal bij dit seizoen. Vind ik deze eigenlijk wel heel cute. Of in het zwart. Ja, daarin is er echt genoeg keuze. En dan kun je natuurlijk ook qua kaarsjes nog even kijken wat je daar dan bij wil doen. Ik zie hier allerlei vaccinelichtjes, maar ik zie hier ook dit soort grotere kaarsen. Dat werkt eigenlijk altijd. Nou, ik denk dat ik echt elke keer dat ik afgelopen tijd in de Action ben geweest wel een kleur mee heb genomen van deze swirls. Dus deze heb ik allemaal al, maar ik wilde ze toch weer even laten zien, want dit is echt geweldig. Kijk, even als voorbeeldje. Kijk, nog meer toffe houten woonaccessoires. Dit zijn dus teak kaarsenhouders. En hier kan je dan zo'n grote kaars in doen. Ziet er echt super vet uit. De kussentjes hier zijn ook al helemaal in herfstkleuren. Oh, ik word er echt helemaal blij van. En dan is dit denk ik wel echt de ultieme herfstversiering of herfstdecoratie. Dit is toch te schattig allemaal. Best leuk voor in de tuin of op het balkon. Nog meteen even met iets waar ik in ieder geval heel erg blij van werd. En wat ik volgens mij in de winkel nog niet echt had laten zien. Je hebt natuurlijk allerlei soorten kleedjes. Maar dit soort faux fur kleedjes vind ik altijd wel echt helemaal leuk. En ik heb ook het idee dat ik elke herfst en elke winter weer een nieuw kleedje haal. Maar dit is wel de eerste in deze kleur. Want meestal ga ik voor de witte variant. Nou, die is ook... na een jaar meestal wel een beetje aan vervanging toe. Want dan heb ik er weer wat overheen laten vallen. En dan ja, is het gewoon niet meer te doen. Dit gaat hopelijk wat langer mee. Ik vind hem ook echt heel mooi. Het heeft namelijk best wel een luxe uitstraling. En ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee ga doen. Maar ik kan er echt twee kanten mee op. Want ik zou hem ergens natuurlijk op de vloer kunnen zetten. Het zou zelfs bijvoorbeeld de badkamer of de toiletvloer kunnen zijn. Maar ik zou hem ook hier over de bank heen kunnen draperen. Dan gewoon zo leuk met een kussentje erover. Is mijn bank ook gewoon meteen helemaal in de herfst weer. En deze was €9,95. Nou, ik zei het in de winkel al. Ik ging sowieso iets van een lantaarn of een theelichthouder meenemen. En ja hoor, dit is hem geworden. Dit is een rotan lantaarn. En ik weet niet of hij nou per se bedoeld is voor buiten of voor binnen. Maar weet je... balkon is eigenlijk een perfecte middenweg daarvoor. En daar vind ik hem echt heel erg voor geschikt. Kijk, ze hadden hem in verschillende soorten. Ze hadden hem ook waar dit kruisje of motiefje, hoe je het noemen wilt,
gewoon zwart was. Maar ik vond het juist wel leuk dat dat dan in een contrasterende kleur was. Nou, daar kan er een vaccinelichtje in of een grote kaars. En dan gaat dit gewoon stralen, jongens. Ja, dit gaat herfst uitstralen. Deze was €14,95. Wat ik voor zo'n lantaarn eigenlijk echt wel een hele goede prijs vind. Dan heb ik ook deze schaal meegenomen. Ja, ik noem het een schaal, maar eigenlijk is het zoveel meer dan dat. Het is ook een houten bak. En het is ook waarschijnlijk een boom geweest. Ja, het lijkt echt van boomstam te komen. Ik weet even niet wat hierover gezegd wordt. Wooden bowl. Ja, hier kan je natuurlijk allerlei kanten ook echt mee op. Ik denk dat je er fruit in zou kunnen doen. Ik denk dat ik er eerder, ja, kaarsjes in zou doen. En ik heb nog iets wat ik jullie straks ga laten zien wat ik daar waarschijnlijk bij ga zetten. Je kunt dit namelijk nog herfstiger maken dan dat het al is. Ja, ik vind het dus meteen heel herfstig omdat het van hout is gemaakt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je hier het hele jaar door leuke dingen mee kunt verzinnen. Die het ofwel herfstig maken ofwel winterachtig. Of misschien meer zomers. Ik bedoel, doe hier wat leuke eikels in. Oh, leuke eikels, dat klinkt heel gek. Maar ja, eikels, weet je wel, van de boom. Doe die hierin en het wordt meteen een heel herfstlookje. Nou, zetten we wat kleine lichtjes of glittertjes in en dan is het meteen meer voor de kerst. Dus je kunt er echt allerlei kanten mee op. €4,99. Maar ja, goed. Ik denk dus dat ik hier vooral wat kaarsjes in ga doen. En dan samen met dit herfstige pakketje. Dit is dus een autumn gift box. Jawel. Of een herfst cadeaubox. Als je het cadeau doet, dan is het misschien wel leuk om het ook meteen compleet te maken. En hoe ik het dus compleet zou maken, is door dit, nou ja, in de schaal te doen. En daar dan wat leuke kaarsjes bij. En de giftbox is €2,69. Ook eventueel leuk om cadeau te doen is dit plate of blanket, hoe je het maar noemen wilt. Hij ligt hier heel mooi over de stoel heen. En verder zou ik denken dat sommige mensen bij deze kleur echt achterover slaan van oranje. Ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar wat is jullie favoriete herfstkleur? En wat is misschien ook een herfstkleur die je liever vermijdt? Laat dat eventjes weten in de comments. Ik vind oranje dus echt een typische herfstkleur. En ik zou hem niet per se vermijden. Nou past dit niet per se in mijn interieur, maar wel in mijn slaapkamer. Of misschien doe ik hem dus cadeau. In ieder geval vind ik dat deze kleur echt niet alleen maar voor Koningsdag is. En dat komt misschien ook doordat dit wat donkerder is en wat meer roestig. Waardoor het echt zo'n warme uitstraling krijgt die echt bij de herfst hoort wat mij betreft. Ja, en natuurlijk is het verder ook gewoon echt lekker comfortabel, lekker zacht. En ook wel leuk dat er nog een soort van een patroontje in zit met die ribbeltjes zo erop. En deze plate is €6,95. Nou, dan nog iets wat ik echt top vind en waarvan ik dit eigenlijk nooit had verwacht bij Action. Ik was er namelijk een beetje op zoek naar iets plantachtigs, weet je wel. En dat mochten dan best nepplanten zijn. Alhoewel ik moet zeggen, ik hou meer van droogbloemen dan van nepplanten, anders heb ik liever gewoon echt. Ik stond daar een beetje te kijken en er was best veel keus. Toen kwam ik pampasgras tegen. Dus, en dan nog in deze geweldige kleur, wat echt helemaal weer herfstig is. Want ik heb ze al in mijn huis in een wat meer beige-achtige kleur. Maar ook dit vind ik echt prachtig. En kijk, het past blijkbaar ook gewoon helemaal bij alles wat je hier om me heen ziet. Ja, dit heeft dus een pampas lookje. Ja, ik zit al te kijken naar een vaas waar dit waarschijnlijk heel leuk bij gaat passen. Voilà! Oh, dit is toch leuk, jongens? Ja, ik vind dit echt helemaal mooi. Misschien moet ik ze nog ietsje knippen. Ze waren €3,79 per set, dus deze hele set. Nou, dan heb ik tot slot nog allerlei kaarsjes gehaald. En dat zijn drie verschillende kaarsen die ik gewoon even allemaal stuk voor stuk ga laten zien. Allereerst hebben we hier de Black Cherry Collection Scented Candle. Ik spreek het gewoon even uit zoals het erop staat. Ja, toch. Super zoet. Inderdaad, echt dat hele black cherry. Ja hoor. Het ziet er ook nog eens super sweet uit. Want ik vind dit dus echt super mooi. Ik heb hier ook al meerdere van. Ik heb deze in het goud, in het zilver en in het zwart glanzend. Nu dus ook in het mat zwart. En het ding aan deze kaarsen is dat ik ze eigenlijk bijna niet aansteek. Omdat ik ze zo mooi vind. Nu ik er zoveel van heb, kan ik er misschien ook een keertje eentje gaan aansteken. Ja toch? Hij ruikt echt heel lekker hoor. Oeh. En deze was, even kijken, €3,99. Dan heb ik ook deze geurkaars meegenomen. Dat is een hele grote geurkaars die er eigenlijk best wel simpel uitziet, maar daardoor ook heel chic. En dat touw, dat gaat sowieso niet misstaan deze herfst binnen mijn interieur. Dus dan gaat het alleen nog even om de geur. Ik word altijd zo blij van die geuren. En deze al helemaal. De geur is gingerbread. En ik kan je vertellen, het ruikt eigenlijk gewoon naar speculaas. Ja, gingerbread ruikt ook wel een beetje naar speculaas. In ieder geval echt super lekker. En deze was €4,49. Gaan we door met de laatste geurkaars. En dat is deze. Ook meteen weer helemaal herfstig. Hè? Hier hoef ik niks bij te zeggen, toch? Dit zien we allemaal, dat dit echt een super herfstig typeje is.
Ook deze had ik natuurlijk nog niet geroken in de winkel, aangezien er een hele verpakking omheen zat. Maar, oeh, dit is eigenlijk best wel spicy. Een beetje als ginger of zo. Oh, vind ik ook helemaal bij de herfst passen. Ja, hij is erg scherp, maar wel lekker hoor. Ook wel leuk natuurlijk dat dit kwastje er nog een beetje zo aan hangt. Alsof er echt hele dingen staan te gebeuren en zo. Het is alleen maar een decoratiestuk. Maar goed. Ziet er gewoon leuk uit. Ruikt ook lekker. En deze was €2,99. Dus nou ja, daarmee is deze herfst decoratieshopvlog denk ik wel helemaal compleet. Ik vind dat ik echt toffe dingetjes heb kunnen vinden. En in de winkel waren echt nog veel meer leuke dingen die ik gelukkig ook aan jullie heb kunnen laten zien. Laat me vooral weten of jullie al een beetje in die herfststemming zijn. En zo ja, wat voor dingen hebben jullie vooral in huis gehaald? Misschien heb je ook wel wat lekkers in huis gehaald. Gewoon van die lekkere chocoladekoekjes, chocoladesticks heb je volgens mij ook. Weet je wel, van die echt waar je chocolademelk mee kan maken. Oh, dat is ook heerlijk. Laat me vooral ook weten als er nog andere herfstvideo's zijn die je absoluut wilt zien. Misschien een Halloween video. Of misschien zijn jullie zelfs al klaar voor de kerst. Oh my god, dat duurt ook niet lang meer, hè? Nou ja, goed. In ieder geval, laten we het nog even bij de herfst houden. Ik vond dit een hele leuke herfstvideo en ik hoop jullie ook. If zo, doe je duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal en ook op de mijne. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!